Mons en Pevel, Peter. Pevelenberg. Hier zijn al heel wat veldslagen gestreden, ook in de koers. Want in de koers zelf, in Parijs-Roubaix, ligt deze kasseistrook, 3 kilometer lang trouwens, op ongeveer 50 kilometer van de streep in Roubaix. Dus hier, hier gebeurt het vaak. Hier krijgen sommigen, of een heel flink aantal, renners het lastig. Het is gekend, hè, na 200 kilometer, dat er heel veel, onder andere de knechten en de mensen die al heel veel gewerkt hebben, dat hier het lichtje uitgaat en hier worden toch al serieuze verschillen gemaakt op die kasseistrook. Zoals je zegt, het is 3 kilometer, er zitten heel veel verraderlijke bochten in en zoals de weersomstandigheden nu zijn, kan er ook heel slecht bij liggen. Dat zullen we zo meteen zien, hè? En ik denk dat hij er slecht zal bij liggen. Oké, we gaan de proef op de stand nemen. Ja. Pevelenberg. 3000 meter. Het leek mij langer te duren, maar dat komt omdat het een stukje bergop loopt natuurlijk. Hè. Ja. Voor mij is dat echt level 8 waard. Hè. Level 8. Ja, zeker leidelijk dat er nu bij ligt. Dat was niet zo mooi en niet zo goed om over te vliegen. Vliegen, ja, dat was inderdaad minder. Het was minder vliegend, het was meer... Okay, we zitten in open vlakte, heel veel wind. Dus ja, klopt, de vermoeidheid kan hier plots heel groot worden en de verschillen kunnen hier serieus gemaakt worden. Ja, maar het is zeker level 8, niveautje 8 waardig. Ja, zeker en vast. Dus kijk, Mons en Pevel, echt een kanjer in Parijs-Roubaix, absoluut. Hoe zit je op je fiets als je over de kasseien dokkert? Wat is jouw zithouding, positie op de fiets? Ik denk iets meer naar achter, omdat je, zeker als het een beetje naar beneden gaat, dat je fiets onder controle hebt. Ik heb nog geen enkele renner gezien die op het puntje van zijn zadel gaat zitten, tenzij dat hij volledig kapot is. Maar probeer zo comfortabel mogelijk op je zadel en liefst niet te veel naar voren komen. Je zoekt ook iets meer grip natuurlijk. Door iets achteraan te zitten, krijg je de achterzijde van je fiets iets meer grip. De voorzijde wordt iets lichter. Dus eigenlijk, je zorgt ervoor dat je meer contact hebt. Denk allee, de snelheid is, als je bepaalde stroken en nu gaat rijdt naar beneden tegen 60, dan ga je sowieso de neiging hebben om naar achter te gaan, om je veiligheid in orde te brengen en dat je fiets veilig kan corrigeren waar dat moet gecorrigeerd worden. Oké. Je zit dus iets meer achteraan op je zadel als je over de kasseien rijdt, want zo heb je iets meer grip en is het allemaal veel comfortabeler en veiliger.